Jaarlijks belandt per persoon bijna 50 kilogram voedsel in de vuilnisbak. Meestal omdat de houdbaarheidsdatum verstreken is. Helaas is dit vaak pure verspilling, want die datum zegt niet altijd alles. Producten met een tenminste houdbaar tot datum, de THT-datum, daarvan is de kwaliteit tot die datum gegarandeerd. Daarna zou de kwaliteit achteruit kunnen gaan. Producten met zo'n datum, die ook nog eens ongekoeld te bewaren zijn, kun je jaren na die datum nog veilig gebruiken. Of het dan nog lekker is, dat hebben we met behulp van een smaakpanel onderzocht. Daarnaast heb je ook de te gebruiken tot datum, de TGT-datum. Deze gelden voor bederfelijke producten waar je kort na het verlopen van die datum ziek van kan worden. Hier moet je je als consument ook echt aan houden. Als er staat na openen beperkt houdbaar, dan is niet echt duidelijk hoe lang dat precies is. Zo bederft sinaasappelsap bijvoorbeeld sneller als je het pak aan je mond zet in plaats van als je netjes uit een glas drinkt. We hebben de smaak beoordeeld door panels tussen de 10 en 15 gewone consumenten. We onderzochten onder andere sinaasappelsap, pils, brood en conserven. Van al deze producten onderzochten we of en hoe lang ze na de THT-datum nog lekker zijn. Via een oproepje hebben we van sinaasappelsap en pils diverse varianten over de datum gekregen. De opzet voor bier en sinaasappelsap was een zogenaamde driehoekstest. De proevers kregen van 6 soorten steeds per product 1 over de datumvariant en daarnaast nog 2 verse varianten. De opdracht was om aan te geven welke van de 3 afweek. Sinaasappelsap verkleurt in de loop van de tijd. Verder smaakten de oude sapjes soms wat bitter, een beetje zoet en wat muffig. Ze hebben allemaal een hele vieze, niet sinaasappelachtige, zoete, beetje weeige nasmaak. Je proeft wel duidelijk verschil. Sommige zijn gewoon nog een beetje zoet en sommige zijn echt ontzettend smerig. Sommige zijn echt erg, dat smaakt naar ranja. En weer andere die zijn eigenlijk heel erg zuur. Of dan denk je van ja, wat zit daar voor rare chemische smaak aan. Er zitten hier en daar wat verschillen met wat meer of minder vruchtvlees. Maar ja, het is aan mij niet besteed, dit spul. Toch werd een sinaasappelsap van ruim een jaar over de datum door 3/4 van de proevers nog als acceptabel bestempeld. Bij pils viel een panellid een iets afwijkende geur op. Een wat honingachtige en soms een iets wat kartonnige smaak. Het oudste blik van 8 jaar over de datum doorstond de test zelfs nog vrij aardig, waarbij een van de proevers het de lekkerste variant vond. Zowel qua smaak als qua kleur vrij goed te onderscheiden welke de afwijkende was. Qua geur was het veel minder duidelijk. Het zag eruit als ochtendurine. Heel smerig, niet helemaal niet als bier en eigenlijk smaakte het ook, en het rook ook heel erg vies. Nummer 3, Pilsner. Als ik het nog kan lezen, 09-2005. Omdat brood geen houdbaarheidsdatum heeft, onderzochten we hoe lang het in de vriezer houdbaar is. Brood is vers ingekocht. Bij brood kreeg het panel van 3 merken 5 varianten te proeven, variërend van die dag ingekocht tot na 43 weken uit de vriezer. Aan de proevers om de broden op volgorde te leggen van vers naar oud. Het panel had de meeste moeite met het beoordelen van brood. Het brood van 6 weken in de vriezer was moeilijk te onderscheiden van vers. En zelfs het brood van 43 weken in de vriezer was voor de helft van de proevers niet duidelijk de oudste. Met dank aan onze leden wisten we ook de hand te leggen op conserven tot ruim 60 jaar oud, zoals een compleet militair noodrantsoen. De conserven waren zo oud dat we dit aan een expert hebben overgelaten. Hij had de complete testkoffer mee om vooraf te kunnen bepalen of er enig risico kon ontstaan. Dit bleek niet het geval. Veel van de oude blikken, zoals bonen in tomatensaus en kaas, waren volgens de expert niet echt smakelijk. Maar dit zijn ze waarschijnlijk nooit geweest. De producten die wel nog smaakten waren nootbiscuitjes uit 1962 en koffie uit maar liefst 1945. Conclusie. Producten die voorbij de THT-datum zijn, hoeven lang niet altijd gevoerd te worden aan de prullenbak. Proef eens een pilsje, een pak sinaasappelsap of een conservenblik voorbij die datum en je zult zien dat het nog heel smakelijk kan zijn. We zijn benieuwd naar jouw ervaringen met producten over de datum of heb je nog vragen? Zet ze dan onder deze video. Wil je meer informatie over onze onderzoeken? Kijk dan op de site.